Het brandweerkorps van Nijmegen hield vandaag een opmerkelijke oefening op de Grote Markt. Hierbij keken ze of het nog steeds mogelijk is om water uit de Waal te gebruiken en dit te verplaatsen via slangen door de hele stad en op iedere hoogte. Die hoogte hebben ze bij deze oefening opgezocht. De brandweermannen gingen met behulp van een hoogwerker boven het gebouw van Dagzaak de Bruin hangen. Vanaf hier spoten ze vanaf redelijk verre afstand een harde straal water, tot bijna aan het einde van het steegje voor de kerk. Het bleef uiteindelijk toch een oefening, dus de mannen waren in gemoedelijke staat en er was zeker tijd voor een babbel.